Net Advanced Warfare gespeeld. 29 gunstreak. Ging zo lekker. Ik dacht, dit wordt hem. Dit wordt de DNA-bom. Ik was aan het recorden. Ik dacht, dit wordt de perfecte gameplay om een commentary op te doen. Maar nee, ik loop achter een hoekje, ligt er een fucking dude met een lasergun en alle perks om hidden te blijven op je fucking minimap achter een hoekje te campen. Ik had hem niet gezien. Ik ben gekild op een 29 gunstreak. Ik ben gaan ragequitten en heb mijn controller half kapot gegooid. Dit is een bericht aan alle campers. Luister goed, ik zou zeggen let's go. Yo YouTube, Aced hier met vandaag een nieuwe praatvideo. En dit is een praatvideo die een beetje is gerelateerd naar Advanced Warfare. Zoals jullie in het begin zagen, ben ik op een 29 gunstreak gekild door een camper. En het is niet alleen om dat feit dat ik deze video ga maken. Ik zie meer en meer mensen op Advanced Warfare die beginnen te campen. Op gay manier beginnen te spelen. De domste dingen beginnen doen. En eigenlijk gewoon het spel verneuken. Voor zichzelf en voor de anderen. Dus ja, als jij vrienden hebt die ook campen, die ook gay spelen, die ook kunnen in een hoekje leggen en van de rest van de game niet meer bewegen, waardoor het spel soms denkt dat ze AFK zijn, deel deze video dan met deze mensen. En als zij inzien dat ze verkeerd bezig zijn en ik ga uitleggen waarom en ik ga reden geven aan deze campers om toch weer te bewegen, hoe moeilijk het ook is. In deze video ga ik ook even de comments van de dag niet doen. Deze video is echt iets dat ik dacht van dit moet even gezegd worden, dus laten we gewoon meteen beginnen. Kijk, ik snap het gewoon niet zo goed. Waarom zou je campen? Waarom zou je je op een plekje zetten en van de rest van de game geen één toets meer gebruiken van je controller, alleen draaien met je aim en schieten? Wat is er leuk aan voor jezelf? Er is geen ene fucking avontuur, er is geen uitdaging, er is niks leuk, de adrenaline is er niet. Je zit gewoon in een hoekje te wachten tot enemies komen. Het is toch veel leuker als je gewoon door de map rusht en je weet je kan doodgaan, maar je weet ook dat je plays kan maken. Dat je mensen kan laten ragen door gewoon een nice kill te maken. Dat je mensen kan laten ragen door niet gay spelen. Natuurlijk jumpshot ik ook, natuurlijk dropshot ik ook, maar ik beweeg wel. Ik ga nooit langer dan 10 seconden ergens blijven zitten. Of het is echt als ik een vlag aan het cappen ben, of als ik bij hardpoint zit. In zo'n game modus, dan kan het nog. Maar in fucking domination campen, in huis en fucking de hele game daar zitten, is gewoon fucking gay. Neukt het spel dan ook voor heel veel andere mensen, want veel mensen lopen gewoon rond. Je hebt de keiharde rushers, je hebt de mediumlopers die soms een keer stoppen en dan weer verder doen, en je hebt de campers. En echt waar, campers, ik snapte tot 2 jaar geleden niet waarom het campers noemde, maar het is echt zo, jullie rijden met jullie kar, met de tent in, naar een plek, jullie plaatsen de tent daar, jullie gaan in de tent gaan zitten en blijven voor de rest van de game in die tent. Op League of Legends bestaat er ook zoiets als campen. En campen op League of Legends is constante lane ganken. Is ook fucking gay, maar daar is het meer, ja, daar is het gewoon een speelstrategie. En je kan nu zeggen, ja, campen is toch ook een speelstrategie? Campen is gewoon uber gay, fucking noob, fucking deep shit, fucking kutsoort. Je hebt een exosuit. Je hebt de ability om mega Superman te zijn. Je hebt de ability om op alle huizen te springen. Waar is de logica dan van, ik ga mij met de exosuit nu in een hoekje zetten en wachten met mijn gun tot de enemies komen. En als ze komen, triple kill. Ik zag ooit eens een gameplay van een dude op YouTube. En het was een DNA-bom die gehaald was zonder 1 keer dood te gaan, maar in een spawn te blijven zitten. Het is de gayste play die ik ooit heb gezien in mijn leven. En het allerergste is dat wanneer je campt, heb je misschien 12 kills nodig en dan komt het ergste. Dan krijgen de campers hun killstreaks. Dan droppen ze die killstreaks overal op de map. En dan heb je dus de camper die in een hoekje zit. En zijn killstreaks droppen op heel de map. En iedereen gaat dood, waar je ook zit, door iemand die al heel de map stijl zit. Gewoon niet fair. En dan al die gay perks om hidden te blijven. Cold-blooded, ghost, alle shit. Alle perks om van de map te blijven. Zetten ze dan allemaal aan. Wat je ook hebt. UAV, UAV enchanted, met alle shit erop. Warbird, alle killstreaks. Huh, waar is hij? We zien hem niet. Fucking, fucking, fucking campers. Echt waar. Zoek gewoon, zoek een fucking leven. Er zit een dude op mijn school en die campt ook fucking hard. En elke keer als ik naar hem ga, dude, waar is de logica? Waar is het plezier in het spel? Ja, het geeft toch een kick als hij daar dan zit en er loopt een mannetje voorbij en hij heeft geen schijf van kans en je knalt hem gewoon af. Waar is
de uitdaging. Het is een schietspel. Het is een FPS. Er moet toch een beetje spanning zijn. Er moet toch een beetje uitdaging zijn. Het is leuk als je zo denkt van, oh shit, ga ik hem hebben, ga ik hem niet hebben. Niet als je gewoon denkt van, waar blijft er iemand? Ik zie niemand. Waar zijn ze? Kijk, het is gewoon kut. Als je campt, stop er gewoon mee. Alsjeblieft. Het is veel leuker ook voor jezelf om te rushen, om te spelen. Om echt gewoon, ja, te spelen. Dus hierbij ga ik de video afsluiten. Vanaf morgen doe ik onder elke video, de comment van de dag. Elke video. Want vandaag ging het niet, omdat ik ja, een onderwerp had, iets heel speciaal. En gisteren in een Minecraft aflevering. Ik had de Minecraft aflevering al veel op voorhand opgenomen. Dus daarin ging het ook niet. Maar morgen in de Advanced Warfare live cut commentary gaat het wel lukken. Dus morgen ga ik ook naar Antwerpen. Ga ik een verhaalsdagje vloggen. Samen met Unagi, Spof en Alex van Olex. Het wordt een fucking vette dag. De vlog komt maandag online. Ik hoop dat jullie het leuke video vonden. Als jullie vrienden hebben die campen, stuur deze video naar hen. Laat ze maar een keer goed luisteren naar mijn passie. En hoe het komt dat ja, ik daar campers had en ik net ben gekild op een 29 gunstreak. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik ben Acid. Ik zeg, laat even een comment achter in de comments wat jullie mij willen zien doen op gelijk wat. Ik vond het weer fucking vet om te doen. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Ik ben Acid. En ik zeg, bitches, adios.